Ja, wel hè? Ja. Ja, dit is kicken, man. Hoeveel drankjes heb jij nodig om dronken te worden? Nou, ik ben al op de weg ernaartoe. Dus 2 ongeveer. Wat drink je dan? Nou, ik heb een beetje champagne op en een biertje. Dus dat was het eigenlijk wel. Maar het valt heel erg tegen. Ik denk dat als je heel veel rent en zo, dat je dan daarna niet moet drinken eigenlijk. Maar oké. Wat is nu de planning? We gaan eventjes naar het hotel en dan gaan we eventjes wat vieren met onze ouders. Vertel, hoe is dit voor jou? Die hele weg hier naartoe en nu hebben jullie het gewoon geflikt. Ja, ik kan het nog niet eens beschrijven. We zijn gewoon Europees kampioen. Maar buiten dat is het gewoon echt een geweldig toernooi geweest. En we zijn zo close geworden met elkaar. En ja, ik hou echt van iedereen hier. Weet je nog wat we afgesproken hadden? Nee, wat hadden we afgesproken? Ja, jij zei, ik ga niet jinxen om een zak drop. Ik zei, ik... Dropjes! Hey, waar zijn ze? Nu zit er wel nog een verhaal aan. Ik kreeg hem niet mee naar binnen. De beveiliger zei van, nee, dat mag niet. Geen eten en drinken. Nu heb ik hem uiteindelijk nog opgehaald. Weet je wat ze hebben gedaan? Nee. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem opengemaakt. Maar ik heb hem. Als je hem uitdeelt... Ik ga dit uitdelen in de bus, want ik denk dat iedereen wel wat etenswaren in zijn lichaam moet krijgen. Zijn het de goeie? Het zijn helemaal topdropjes dit. Hartstikke goed. Thanks.